Hoi lieve allemaal, leuk dat jullie kijken. Ik ben Jade en ik werk op het hoofdkantoor van Compagnie. Ik bak heel erg graag en daarom wil ik jullie graag vandaag laten zien hoe je zelf kokos met kronen maakt. Hiervoor heb je nodig 375 gram kokos, 2 eieren, gecondenseerde melk en vanille-extract. En je begint met het aanzetten van de oven. Deze zet je op 160 graden. En terwijl je het beslag maakt, kan de oven rustig opwarmen. Je begint met het toevoegen van de gecondenseerde melk aan de kokos. Een hele blikje mag erin. Schraap hem goed leeg met een spatel, zodat je alles erin hebt. Daaraan voeg je toe vanille-extract. En dat is 1 theelepel. En dit ga je goed doorroeren, totdat het allemaal goed gemengd is. Wanneer het allemaal goed gemengd is, ga je aan de slag met de eieren. Van eieren heb je alleen de eiwitten nodig. Dat betekent dat je de eieren moet splitsen. Dat doe je door 2 schaaltjes te hebben. Vervolgens breek je het ei open, zodat je 2 helften hebt. En in de ene helft vang je het eigeel op. Die ga je vervolgens zo heen en weer gooien, tot het aantal eiwit in het andere schaaltje ligt. Dat doe je ook met het tweede ei. Zo. Even weg. Wat je vervolgens gaat doen met de eiwitten is de stijfslaan. Die vervoer ze in een wat grotere kom. En daarvoor ga ik de handmixer gebruiken. En je moet ze zo lang kloppen tot het helemaal wit wordt en het heel stevig wordt. En je moet het zo lang kloppen totdat er eigenlijk een soort pieken ontstaan. En dit kun je eigenlijk het beste testen door de schaal even boven je hoofd te houden. Dus we gaan het zien. Volgens mij zijn we goed gekeurd. Vervolgens voeg je de eiwitten toe in 3 delen aan het kokosmengsel dat we net gemaakt hebben. En dat doe je er voorzichtig doorheen, zodat de eiwitten mooi luchtig blijven. Als het goed is, merk je bij het doorroeren dat het allemaal wat plakkeriger wordt en dat je er straks met je handen mooie boeltjes van kan maken. Dan heb je een bakpak nodig. Het bakpapier. En daarop gaan we onze bolletjes neerleggen. Je kan ongeveer met dit beslag zo'n 20 à 30 bolletjes maken. Het ligt er een beetje aan hoe groot je natuurlijk maakt. Zorg ervoor dat er ongeveer 3 à 4 centimeter tussen de bolletjes zit. Ze kunnen nog een beetje uitlopen. Wanneer je bakpak vol hebt en in de oven warm is, kun je het in de oven. Ze moeten ongeveer 15 à 20 minuutjes in de oven. Dat ze mooi goudbruin en knapperig zijn. Er is nu een kwestie van wachten. A few moments later. Ja, de 15 minuten zijn voorbij. Ik ga eens even kijken of ze er mooi uitzien. Nou, ze zijn mooi goudbruin. Voelen goed knapperig aan. Dus dat betekent dat ze klaar zijn. Laat ze nog wel heel een beetje afkoelen, want anders zijn ze te heet om te eten. Maar ze zijn wel het lekkerst als ze nog een beetje warm zijn van binnen. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie ze lekker vinden en hopelijk tot snel.